Buitenspeeldag vandaag en voor de eerste keer georganiseerd door de buurtvereniging. Ja, dat klopt. Wij zijn vanuit de Oosterhaai-project, zeg maar, in samenwerking met de buurtvereniging. Nou, dat is Gerard Koops, is de voorzitter van. Nou, wij hebben het altijd als eerste de organisatie, is er waar ze gemeente, Bislim, GGD en heel zijn baren hebben we het altijd georganiseerd. En nu we willen het heel anders gaan doen. Dat hadden de mensen zelf gaan organiseren. Nou, vanuit de Oosterhaai-project is de buurtcomité. Dat vonden we een hele mooie gelegenheid om mee te beginnen. En in overleg met Gerard en Bianca Koops, nou, ze vonden het een heel leuk idee om in hun buurt te gaan organiseren. Wij hadden zelf zoiets van. Jullie gaan het organiseren, wij staan ernaast voor ondersteuning en begeleiding. Maar de organisatie, dat ligt helemaal aan hun. Nou, geweldig. Het loopt echt geweldig. Hebben ze het echt heel goed gedaan. Ja. Ik ga zo even met Gerard praten over het buurtcomité. Want die, je zei het al, die zijn hier mee bezig, maar die gaan ook nog andere dingen doen, neem ik aan. Het thema van deze dag? Het thema is bouwen. Is bouwen, nou dat is echt letterlijk, dingen bouwen, hutten bouwen. En maar ook bouwen aan een goede naam van een straat. Met name de Kiewietstraat, Grutelstraat, de Kempaanstraat. Dat proberen we ook, of dat wel de buurtvereniging een beetje oppimpen. Op een leuke manier, op een positieve manier in aandacht brengen. Eerste activiteit van het buurtcomité, hè? Ja, dus de eerste activiteit. Latifa kwam bij ons. Nou ja, ik vond op zich samen een leuk idee. Dus ik loop nou tussen de banen in, zo ze dat noemen. Dus ik heb meteen ja gezegd en Bianca is ook dol enthousiast, mijn kinderen. Ja. Het comité is nog niet zo lang actief, neem ik aan? Nee. Hoe lang zijn jullie al bezig? Ik denk vanaf mei. Nee, maart denk ik, april. En wie zit er nog meer in? Verder niemand. En er zijn wel een hele hoop medewerkers die me mee willen helpen. Ja, dat is ook heel belangrijk, toch? Ja, en ik heb nu dan een beetje het voortouw. En ik hoop dat met de tijd dat het een beetje gaat lopen, buurtbewoners me mee gaan helpen. Maar ik weet ook niet wat de buurt precies wil. Kijk, willen ze alleen maar kleine speeltoestelletjes, nou ja, dan kun je dat met sponsoring makkelijk bij elkaar krijgen. Of willen ze grote dingen,
zoals een klein kruifkoord of zo, dan zullen we een vereniging moeten worden. Ja. Zijn er bepaalde punten waar je extra aandacht aan gaat besteden? Nou, wat er aangegeven wordt is de onderhoud in de buurt. Want verderop zijn ze nou ploegvrachtjes aan het maken en een groot bord. En die zetten we dan in de Grutelstraat neer. Dat een beetje minder wordt. De vuiloverlast, zeg maar, in de straten. Nu hoor ik van Latifa dat er ook eenmaal per maand met een politieagent de wijk in gegaan wordt. Is dat een puntje veiligheid of zo? Nou, dus gewoon regelmatige controle. Om de buurt toch wel proberen netjes te houden. Ja, ik zou zeggen, wat staat er nog meer op het programma? Je hebt al een paar puntjes opgenoemd. Mensen willen meewerken. Was het nodig eigenlijk dat er zo'n comité komt? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar Latifa kwam bij me en wij hebben het eigenlijk het idee opgepakt om, zoals alle koopsen het wel doen in Baren, sociaal zeg maar zijn. Dus dat is eigenlijk het idee. Om kijken wat je doen kan. Ja, en zoals nu de straat verbouwd wordt, zeg maar helemaal netjes gemaakt wordt door de heer Rijkenboer. Ja, dan zijn we proberen het netjes te houden en een gezellige buurt. Want het heeft natuurlijk een slechte naam gehad. De kinderen zijn volop bezig, want dit trekt wel, hè, dat bouwen. Ja, geweldig. En wat ik ook leuk vind, is dat er een hele hoop mede-Nederlanders zijn. Zeg maar, die dus ook gewoon gezellig meedoen en waar ik ook een hele hoop hulp van krijg. Gewoon allemaal samen. Ja, daarom. En dat vind ik heel gezellig. Gezellig aan deze buurt. Ja. En? Lukt het een beetje? Ja, kijk. Ja. Ja, het dak zit erop, hè? En er komt ook nog een vlag op. Ja. Hoe lang zijn jullie al bezig ermee? Half uurtje. Nou, dan doe je het goed, hè? Toch? Ja. Wat is jouw taak hier? Ja, ik doe hier allemaal spijkers in. En zodat het goed strak blijft. En ja, zo'n meneer die is hier ook. Hij zegt wat wij kunnen doen. En dan maken we goed vast. Jullie hebben niet echt een plan? Nee, we maken deze goed vast. Dan maken we daarboven zo'n vlag. En dan kunnen we hierin zitten. Oké, okay. Er wordt alleen maar getimmerd, hè? Ja. Oké, succes ermee. Dank je wel. Ja, maar dat is een stap.